Hallo iedereen, vandaag gaan we een kijkje nemen naar de nieuwe Arai Tour X4 Adventure Helm. Als je een goede helm zoekt voor je adventure ritten, dan is de Arai Tour X4 iets voor jou. Je kunt deze helm op drie verschillende manieren dragen. Met de piek en het vizier, met de piek en een bril, of zelfs zonder de piek en alleen met het vizier. Dus deze helm kan variëren van tourhelm tot een echte offroad helm. Deze helm begint bij een adviesprijs van ongeveer €650. In ruil hiervoor krijg je een premium helm met veel opties. In deze prijsklasse concurreert de Arai Tour X4 met de Shoei Hornet ADV, de AGV Axe 9 en de Schubert E1. Vergeet je allereerst zeker niet te abonneren op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste motorhelmen en kleding. Abonneren kan je simpel door op de rode abonneerknop te drukken en je kan ook altijd een notificatiebel aantikken om niets te missen. Zoals altijd beginnen we met de schaal. De schaal van de Arai Tour X4 is gemaakt van Arai's Complex Fiber Laminate Construction. Wat Arai's eigen materiaal is, is wat de helm sterkte en flexibiliteit geeft. Dit geeft je ook een vrij lichte helm, want toen we de Tour X4 wogen, kregen we een gewicht van 1620 gram in de maat medium. De helm komt ook in drie schaalmaten, wat standaard is voor Arai. Drie schaalmaten is zeer goed, want hoe meer schaalmaten je hebt, hoe compacter de helm zit. Dit heeft als gevolg dat er minder onnodig materiaal gebruikt wordt en de helm dus ook lichter wordt. Bovendien ziet een compacte helm er ook beter uit. De X4 is ook een zeer veilige helm, omdat hij ECE, DLT en snel gecertificeerd is. Je zult ook merken dat de helm ook een zeer rond profiel heeft. Ook hier staat Arai bekend om. Als we kijken naar de ventilatie kunnen we zien dat dit uitstekend is uitgewerkt op de X4. In de kin krijg je een drie-positie kinopening met een instelbare set van 12 luchtinlaatopeningen, wat echt goed is. Je kunt de ventilatie ook van binnenuit sluiten, zodat je geen stof binnenkrijgt als je je vizier wilt laten ventileren. Op het voorhoofd heb je twee kleinere ventilatieopeningen die ook verstelbaar zijn om de lucht door de EPS te leiden. De warme lucht kan daarna ontsnappen uit de nekopeningen in de onderkant van de helm en een afneembare set uitlaten aan de achterkant van de helm. Je kunt ze dus ook verwijderen als je je helm wilt schoonmaken. Ten slotte heb je ook een aantal zijuitlaten om zo snel mogelijk al de warme lucht uit de helm te krijgen. Het vizier is pinlocklens voorbereid en deze wordt meegeleverd in de doos. De pinlocklens plak je aan de binnenzijde van je vizier, waardoor het functioneert als dubbelglas. Een pinlocklens heeft als grote voordeel dat je vizier niet beslaat. Kijkend naar de piek is deze ontworpen op een manier om te voorkomen dat hij tijdens het rijden omhoog geduwd wordt en in plaats daarvan zal hij al die toegekomende lucht in de twee voorste ventilatieopeningen dwingen, zodat je nog meer koeling krijgt. Het vizier of de piek verwijderen is vrij eenvoudig, hoewel je hier een schroevendraaier voor nodig hebt. Een schroevendraaier voor een integraal helm lijkt een beetje onnodig, maar omdat deze helm zo veelzijdig is en veel offroad helmen alleen zijn voorbereid op een bril, hebben we dit door de vingers gezien. Laten we nu eens kijken naar de voering van de Tour X4. Om te beginnen is deze gemaakt van de Dry Cool voering van Arai, dat uitneembaar, wasbaar en vochtafvoerend is. Je kunt zien dat Arai zich heeft gefocust op het comfort, wat het iets hoger prijskaartje begrijpbaar maakt. Ten eerste is deze helm voorzien van Arai's Facial Contour System, of kortweg FCS, wat betekent dat de wangkussen schuimveer ondersteuning hebben om een goede pasvorm te bereiken zonder dat deze te veel druk zal geven. De helm heeft een iets rond ovale pasvorm en tenslotte heeft de Tour X4 voor de veiligheid een emergency release systeem in de wangkussens, zodat deze snel verwijderd kunnen worden in het geval van een ongeval. Als de voering eenmaal verwijderd is, kun je de EPS-kanalen zien binnen in de helm. Laten we de X4 meenemen op de weg om te kijken hoe die daar presteert. Eerst zal ik even snel de instrumenten die we gebruiken om onze gegevens te verzamelen uitleggen. Aan de linkerkant op het stuur is een witte thermometer bevestigd die verbonden is met een sensor aan de binnenkant van de helm. De sensor zit aan de bovenkant van het hoofd van onze rijder om zo de interne temperatuur van de helm te meten gedurende de hele rit. In het midden bovenaan hebben we een decibelmeter. Die is aangesloten op een sensor die tegen het oor zit van onze rijder. We zien het geluidsniveau in de helm. Rechts zie je de windsnelheid op de telefoon. Deze is aangesloten op een windmeter die aan de voorkant van de motor zit. Verder zie je op het telefoonscherm ook de buitentemperatuur. Op het scherm van de motor zelf zie je de snelheid in kilometer per uur. Zoals altijd testen we onze helmen op lange stukken op de snelweg aan een snelheid van 130 km per uur, zodat we een goede waarde krijgen van al onze helmen. Toen we de Tour X4 testten was het redelijk koud met een temperatuur van ongeveer 7 graden en binnenin de helm hadden we een temperatuur van 8 graden, wat dus 1 graden warmer is dan de buitentemperatuur, wat een goed resultaat is. We hadden een windsnelheid tussen de 100 en 120 km per uur,
En toen we het geluid meten, hadden we een waarde tussen de 100 en 102 decibels, wat redelijk luid is. Tijdens onze test hadden we last van een laaghangende zon, dus laten we eens kijken wat onze rijder van de Tour X4 vond. Onze testrijder vond de Tour X4 zeer comfortabel en hij vond dat deze gelijkwaardig presteerde als de Shoei Hornet ADV. Toen onze rijder de helm testte, was er een laaghangende zon en hij vond dat de piek hier handig was omdat deze de zon afblokte en het zijn zicht niet belemmerde. Hij vond ook dat de Tour X4 iets luider was dan de Hornet. Nu is het tijd om te kijken hoeveel sterren de Tour X4 verdient in onze Champion Helmet sterrenrating. Omdat hij is gemaakt van Arai's Complex Fiber Limited Construction en hij in 3 schaalmaten komt, krijgt hij 4 sterren voor zijn materiaal. Qua gewicht deed hij het gemiddeld met 1620 gram, dus hier krijgt hij 3 sterren voor. Het vizier van de Tour X is spindoklens voorbereid en deze wordt meegeleverd in de doos, dus hier krijgt hij een mooie 4 sterren voor. En als ook voor ventilatie krijgt hij 4 sterren omdat de temperatuur binnenin de helm maar 1 graad warmer was dan de buitentemperatuur. Qua geluid deed hij het net iets minder rond de 102 decibels, dus hier krijgt hij 3 sterren voor. Onze rijder vond de Tour X4 comfortabel en hierdoor krijgt hij 4 sterren voor comfort. Met een kostprijs van €650 betaal je €30 per verdiende ster, wat redelijk hoog is, maar dit is dan ook wel een veelzijdige helm. In het totaal verdient de Tour X4 3,5 sterren van ons, wat een zeer goed resultaat is. Als je de Tour X4 wil aanschaffen, kan je deze vinden op championhelmets.com voor de laagste prijsgarantie en mooie kortingen in de productbundels. Dus vergeet deze zeker niet te bekijken. Dit was het dan voor de Arai Tour X4. Dit is een zeer veelzijdige helm die over de hele lijn goed deed in onze rijtest. Hij kreeg een enkele keer minder dan 3 sterren van ons, wat een goed resultaat is. Met een kostprijs van €30 per ster is hij niet echt de goedkoopste, maar dat is hij zeker waard. Laat ons weten in de comments wat je van de Arai Tour X4 vindt en vergeet zeker niet te abonneren. Ik ben Joanie van Champion Helmets en tot de volgende keer.